NEC speelt donderdag de kwartfinale in de KNVB beker tegen Go Ahead. Zaterdag wist NEC niet te winnen bij hekkensluiter Peeks Zwolle. Het werd 1-1. Gezien het speelbeeld, was het een terechte eindstand? Uh, ja, verdiend. Ik denk dat, uh, dat, dat als je echt kijkt dat misschien Zwolle nog wel de beste kans heeft gehad. En wij één grote met Jody Bruin op 1-1. Ja, daarna hebben we nog tegen Team Man gespeeld en wil je altijd iets meer meenemen. Maar ja, uiteindelijk was het niet goed genoeg aan de bal om dat te halen. En ja, dan moet je maar een punt meenemen. Er zijn altijd wedstrijden op zich in de beker. Zit daar dan een andere voorbereiding of spanning aan vast als een competitiewedstrijd? Nee, nee dat, dat doen we eigenlijk nooit. Uh, uh, we hebben hem zo benaderd: ze altijd tegenstander geanalyseerd, uh, ons eigen spel daar neergezet. En dan uh, ja, morgen weten we dat het een kwartfinale is, dat het om één wedstrijd gaat, dat het publiek is, dat er weer wat, wat, wat extra dingen bij komen kijken. Maar ik denk dat we dat ook nodig hebben en uh, ik denk dat we dat ook moeten gebruiken zodat we morgen scherp zijn. Ja, want ja, je hebt nog maar een paar wedstrijden te winnen en je kan er het mooiste seizoen ooit van maken. Nee, ja, dan ga je heel snel uh, door de bocht denk ik. Maar uh, wedstrijd voor wedstrijd, maar als je een halve finale beker kunt halen, ja, dat zou natuurlijk al geweldig zijn voor de club. En uh, kun je ook nog thuis spelen, dat weten we in ieder geval al. Uh, dus ja, daarin zien wij wel een unieke kans natuurlijk. En uh, die wedstrijd moet eerst gespeeld worden, dus daar moeten we eerst ons op richten. Tot nu toe stelde trainer Rogier Meijer een aantal bankzitters op tijdens een bekerwedstrijd. Is dat nu ook nog een optie in de kwartfinale? Uh, ja, Vukovic speelt sowieso. Uh, en, en ten opzichte van zaterdag zal er ook wel een ander team staan, omdat er ook een aantal jongens niet kunnen spelen. Uh, maar er zal zeker een herkenbaar elftal staan, uh, wat je de afgelopen week ook hebt gezien. En uh, wij willen graag de halve finale halen. En ja, met dat elftal denken wij dat te kunnen. En dan nog het verhaal Boni, de werkvergunning. Is daar eigenlijk al wat meer duidelijkheid over? Wanneer kan Boni spelen? Hele goede vraag. Ja. Uh, ik hoop dat jij me meer kon vertellen. Maar uh, uh, met de wedstrijd komt dat moment dichterbij. Dus uh, we zullen kijken of dat voor morgen geregeld is. Op dit moment sta ik hier en weet ik het eigenlijk nog niet. Maar uh, ik hoop het wel. En, uh, ja, je zei net ook al even, er is weer publiek bij. Dat is ook wel heel lekker. Ja, daar heeft denk ik uh, iedereen naar gesnakt. Niet alleen wij, maar uh, elke club en elke voetballer en elke trainer. Um, en dat kan je in sommige wedstrijden ook over een, een doodpunt helpen. Dus ja, we zijn heel blij dat uh, een gedeelte van de mensen terug is. En ik hoop volgende week uh, dat iedereen terug kan komen. Donderdag om 7 uur trappen ze af en in iets gevulde Goffert de kwartfinale van de KNVB-Baker. NEC, go ahead, Eagles. Natuurlijk ook weer live te volgen bij RN7.